los. En Kijkersaar, dit is nummer 1, Ruud Boy, die gelijk de leiding heeft. Op de voetbal door de nummer 60, Arno Kriek. Wat een sparren, wat een lawaai. En hoe gaat het in de bocht? Daar Ruud Boy, maar ze weten dat de nummer 16 uit Mariënvelde, die wil proberen te blijven aankrampen bij de Bendit. De Bendit is dus op dit moment de kampioen. Hij gaat aan de leiding in het kampioenschap. Op de nummer 60, de gebroeders Schiep worden zo dadelijk waarschijnlijk overstoken door de mannen, de Vieverol uit de Bolde. Omgelijk in de eerste baas en die zitten de mannen uit Twente uit de Achterhoek. Zij gaan hier aan de kop van de wedstrijd. Aan de leiding Twente op P2. Zij is daar vast bij Hogenborg. En dan valt hij even stil. Maar dat is Marcel in Hogenborg. Die steeds blij was gekomen. Maar nog geen kaart heeft gevonden. Oh, die duimen ze ons in de hal. En dan in de Noordbosch een zuurpool van de Marcel Hogenborg. Hier vooral die mannen. En dan lijkt het nu dat straks in Haaksberg een feestje kan worden op hier. Want wie kan nu overstappen? Hij is in de graag met de leven. Maar ook daar heeft hij een maar de mannen uit Beekerom, de mentorcoaches proberen de mannen, de piloten van Beekerom, tot rust te gaan manen. Maar het lijkt erop dat nu alweer met nog twee ronden wedstrijd. Ruud op zoek is naar 20 volle punten. En dan zitten we hier alweer. Maar de mannen van Zuid en die glimmende bolide proberen nu aan te klammen met de nummer 33, de Vieverol uit de Noord-Oostpolder. En dan Tim Beerten, ook van het Oranje Legioen, zit er nog steeds bij. Laatste ronde, dernier door Maaslip, laatste route is in te gaan. En het lijkt erop dat er hier een alles op is. Het wordt natuurlijk een bloedstollende strijd de komende uren hier in de Tietje. Maar natuurlijk heel Friesland, die heeft al geluk met de finale wedstrijd. En heel Friesland weten, dat al die matadoren die uit Oost, Zuid, West en Noord-Nederland zijn gekomen. Uit Luxemburg, België en Duitsland. Die zijn bijzonder blij dat ze hier te gast mogen zijn in het gastvrije Friesland. Hier in uw Tietje. En natuurlijk de meeste schoonmoeders hebben inmiddels de pyjama uitgedaan, de rimpelcrème opgedaan en...